Ik ben Teun Wendt. Ik werk bij Waterschap Zuiderzeeland. Het waterschap dat de Flevopolders beheert. En ik ben daar projectmanager. En ik hou me bezig met duurzame projecten, duurzame energieprojecten vooral. En ik kom daar vandaag wat over vertellen wat wij doen op het gebied van die duurzame energieprojecten. Met name op het gebied van zon- en windenergie. Vorig jaar heeft het bestuur het zogenaamde masterplan duurzame energie vastgesteld. En daarin vertellen we hoe wij als waterschap onze energiedoelstellingen willen gaan halen. Hoe we CO2-neutraal worden. Nou, Flevoland is wat anders dan anders. Hè? Van het ligt diep. Alle water wat erin valt, ja, dat moet er ook weer uit. En dat kost een enorme sloot energie. En dat is best een flinke opgave om dat energie-neutraal te gaan maken. Die gemalen die zoveel stroom vragen, die staan allemaal op dijken. En die dijken die zijn van het waterschap. En we kijken ernaar of de dijk geschikt is als locatie om zonnepanelen op te plaatsen, om daar grote zonneweides van te maken. Ze liggen al onder een mooie helling, sommige op het zuiden. Dat lijkt ideaal. Maar die dijk ja, die is er niet voor niks natuurlijk, die is er voor de veiligheid. En matcht dat wel. Kunnen zonnepanelen wel op een dijk. De andere helft van wat ik iets over wil vertellen is onze plannen op windenergiegebied. Want ja, Nederland droog houden met windenergie, dat hebben we eeuwenlang gedaan. Daarna zijn we een tijd van het padje afgeweest doordat we met fossiele brandstoffen aan de gang zijn gegaan. En we zijn aan het onderzoeken of we weer terug kunnen naar malen op windenergie.